Zo. De eerste wasstraat na de zomerstop. Ja, de eerste zomerstop. Ja. Misschien dat ik er ook nog eentje doe. En wasstraat nummer 18 inmiddels. Jongens. En ik heb weer aantekeningen. Veel te veel. Ik niet. Net terug van vakantie. Oh ja, naar het wonderschone Griekenland. Eindelijk weer rijden in een normale grote auto. We hadden daar misschien wel het kleinste autootje wat er bestaat. Een Chevrolet, maar dan een Matisse. Dat is echt inie mini. Oh, echt waar, joh? Ja. Vergelijkbaar met de Citroën of zo? Of die C1? Kleiner, denk ik. Kleiner? Jezus. Met echt een 0.01 motor of zo. Dus als je een heuveltje opging, dan moest je terugschakelen naar z'n 2. Ja. Dan kon je met 20 km per uur een... Dat is echt heel anders. Oh, jongens. Ook trouwens, heb jij een pluisje? Ja. Oké. Okay. Dat is... En dat was een geslaagde vakantie, heb ik begrepen. Ja, dat was leuk. Ik heb lekker met de GoPro gespeeld die ik mocht lenen. Oh ja, die we nu dus gebruiken voor kamp B. Ja. En met een duikbehuizing, dus ik ben ermee gaan spelen. Ik heb geprobeerd om een stabiele onderwater torpedo te maken, wat helaas mislukt is. En maar wel, wel heel erg leuk mee zitten spelen. Ja, ja, ja. Ja, ik vond het ook. Ik heb de video's gezien. Zullen we er wel even naar linken. Ja. En ja, dat zag er heel erg leuk uit. Zeg maar, ik moet nu ook een watervakantie doen. Er zit niks anders op. Ja. Maar ik heb nu ook die herbehuizing natuurlijk, dus ja. Ja, het is echt heel leuk. Ja, ik ga ook zo'n GoPro kopen, dat is zeker. Ja, ja, ik zag iemand die heeft een, met zijn GoPro, of in elk geval met zijn onderwatercamera, heeft hij een heel fotografie-serie gemaakt, waarin hij dus mensen die net in de brandinggolven duiken. En het ziet er zo surreal uit. Dan zie je zeg maar die golven in, ja, in tijd bevroren. Dus ik ga eens kijken of ik dat kan maken. Maar dan moet ik wel een land vinden waar je mooi water hebt, zoals in... Hawaii. Hawaii. Oh ja, nee, er zit niks anders op. Ja, dat moet nu, hè? Oh. Zo. Ja, we gaan gelijk de brug bij het Amstel Hotel uitproberen. Die is weer helemaal nieuw. Hey, zeg. Vertel. Ik ga eventjes eentje van mijn lijst afpikken. Ja. Volg jij de verkiezingen? Nee. Helemaal niet? Nee. Ik ook niet, dus dat is echt een probleem. Maar ik heb wel wat gehoord van onze collega's die het wel volgen. En vooral ook op tv, want er is dus heel erg veel te zien over de verkiezingen op televisie. En nu hoorde ik, in Amerika hebben ze dat net een beetje achter de rug, in elk geval voor de Republikeinen. Ja. En daar hadden ze een stuk of 10 of 20 debatten op televisie uitgezonden. Ja. En iedereen die vroeg zich een beetje af, waarom zijn dat er zoveel? Hey, als je je punt een beetje gemaakt hebt als politicus, dan ben je klaar. En er is natuurlijk ook een mooi programmaboekje waar iedereen kan zien wat je meningen zijn. Dus waarom zijn er eigenlijk zoveel politieke debatten op televisie? En zeg maar, wat kun je daaruit halen? En het argument was dus van een aantal media-analisten dat er een heel erg dik slaatje uit te slaan is. Dus die programma's die op televisie komen zijn heel prikkelend. Hè? Dus heel veel mensen kijken naar die debatten, want dat is reet interessant. Daar kan je enorme meningen over vormen. Ja. En, maar eromheen zit natuurlijk reclame. Ja, ja. En er zit dus ook de omroep, die profileert zich daar ook. En de meneer van Elsevier, die kan dan ook vertellen. Hè. Er staat eronder, hoort het, Pipo de Clown van Elsevier, die heeft ook iets analyses uitgevoerd. Ja. Dus dat is eigenlijk één groot reclameblok. Ja, 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 ja. Ik vraag me af of mensen dat weten, dat ze eigenlijk gewoon een beetje bezighouden worden. Kijk, maar aan de zodat andere ze kant, naar de reclames geleid kunnen worden. Mensen vinden het... om de een of andere vage reden interessant om naar babbelende politici te kijken. Ja. Nou ja, we hadden laatst eens zo'n debat aanstaan. En ik vond het echt gewoon... Ik vind het tenenkrommend. Ja, het zijn van die gratuite vraagjes. Van, wat vind je hiervan? Wat vind je daarvan? Wat zou je doen als?
En dan krijg je van die bla 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 bla, bla antwoorden. Ja. Jongen, 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 zeg hé. Denk ik dan. Ja, inderdaad. Nou ja, en het is ook altijd dezelfde boodschap. En, maar het is ook een beetje, ja, hoe heet dat ook weer? Ze hebben toch van die programma's, dat heet Dancing with the Stars. Of in elk geval wedstrijden waarin mensen afvallen en tegen elkaar moeten strijden. En dat, ja. Dat, een beetje dat gevoel krijg ik erover. Ja. Dat er dus politici tegen elkaar uit worden gezet. En degene die wint, die... Ja, ja. Die wint dan. En die komt dan iets hoger in de peilingen te staan. Ja, en die peilingen, nou goed, die worden ook door iemand gemaakt. Ja, dat vond ik ook. Dat las ik laatst een mooi stukje. Volgens mij had Raoul Heertje daar onderzoek naar gedaan. Hoe dat zit met die peilingen van Maurice de Hond. Oh ja, de statistiekendwerg. Van peil.nl of zo. En daar kan je gewoon voor inschrijven. Ja. En hij dacht, nou, dat wordt natuurlijk heel goed gescreend, gekeken of dat allemaal wel klopt. Nee joh, ben je gek. Maar dat wordt dus helemaal niet. Dus, en hij had dus op een gegeven moment dat hij zich 4 keer met 4 verschillende e-mailadressen, eigen e-mailadressen, had hij zich ingeschreven. Oh. En dus hij kan dubbel stemmen. En zijn conclusie was dus eigenlijk, de peilingen die geven aan wat de... wat de stratege van de PvdA, wat de marketeers van de politieke partijen vinden. Want die hebben natuurlijk honderden accounts daarbij. Ja, precies. Ja. Ja, of misschien de politieke partijen zelf ook. Ja, juist de politieke partijen. Het is extreem gamebaar. Dus ja. Nou goed, waarom ook niet? Ja. Maar dan denk ik ook van, nou misschien is Maurice de Hond ook wel een soort evil genius die op die manier zijn eigen politieke programma kan doordrukken. Ik bedoel, wie weet hoe die analyses zijn gedaan, toch? Ja, ik heb begrepen dat Maurice ook wel politieke ambities had op een zeker moment. Ja. En blijkbaar heeft hij het op zijn persoonlijkheid verloren. Ja, wat voor betere positie heb je als opiniemaker in de vorm van eerlijke cijfers? Ja. Ja. Beetje doemdenkerij nou, natuurlijk. Ja, maar goed, het is in ieder geval... Die peilingen die slaan natuurlijk helemaal nergens op. Nou ja, het zijn opiniemakers. Weet je wel, mensen die zien die peilingen en die denken van... Wauw, hier ben ik het enorm mee eens. Of, oh goh, ik wist niet dat ik zoveel medestanders had. Ja. In ieder geval, het versterkt het sentiment waar je zelf al hebt. Ja. En natuurlijk de vragen die er gesteld worden. Ja. Zo ook wel een beetje van daar wat kan je ook het? Mee sturen. Ja. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk sowieso het gevaarlijke ervan. Ik geloof dat onze collega's die aan user involvement doen, die hebben daar wel trucjes voor om het gewoon netjes te houden. Dat je, maar, dat je ook goed, redelijk gelijk antwoorden krijgt. Ik vind politiek, zeker in campagnetijd. We zijn het allemaal leugens en makkelijk praterij. Van kijk eens hoe goed we zijn. Ja. Daarna gaan ze onderhandelen. Dan gaan ze alles voor de helft doen. Of voor de helft niet. En de intelligente partijen die hebben nooit wat te zeggen. De echt intelligente partijen. Er zijn er maar een paar van. Er wordt nauwelijks op gestemd. Ja, dat denk ik ook van tja. Ja, waarschijnlijk denken die ook van ja, we willen eigenlijk niet meedoen aan dit circus, want dat is het ook. Ze doen er toch aan mee. Ja. Hoe intelligent zijn ze dan eigenlijk? Hè? Ja. Nou ja. Ja, je zou zeggen, als je dan inderdaad echt lekker bezig bent, dan moet je dit wedstrijdje zo gewonnen hebben. Ja. Want zo moeilijk is het eigenlijk niet. Anyway, dus ik vond het... ik bedoel, ik heb er een mening over, maar het belangrijkste vind ik is dat het heel erg interessant is. Ik bedoel, de omroepen, want dat is dus inmiddels RTL4, dat is een commerciële omroep. Ja. Ja, die heeft daar een goudmijn gevonden. Die hebben goud in handen. Ja. Ze hebben gewoon een sterk polariserend programma, zoals, weet je wat, The Voice of Holland of wat ook. Maar dan met dingen die ook echt invloed hebben op jou en mijn leven. Ja. Yes. Ja, goed. Is leuk. Ja, nou ja, ik heb, ja. Nou, ik heb het gelukkig groot deel gemist, omdat ik op vakantie was. Ja, ik kijk voor het stemmen kijk ik wel even de programmaboekjes door. Kijken welke richting ze op willen.
Ja, ja, ja. Dan hoef je niet al dat geklets aan te horen. Dat blijft waarschijnlijk toch een herhaling van wat ze echt willen, toch? Nou ja, wie weet. Ik hoorde trouwens ook dat... ik weet niet, heb jij dit ook gevolgd? Dat Bruce Willis Apple gaat aanklagen? Ja, echt heel erg goed. Ik vond het zo prachtig. Ja, maar dat vind ik... Maar dat was... Ik was eerlijk gezegd verbaasd dat die muziek die ik koop niet van mij is. Nee, inderdaad. Je hebt eigenlijk alleen maar het toestemming om het liedje te spelen. Gekocht. Gekocht, ja. Die toestemming heb je gekocht. Daar heb ik heel veel geld voor betaald. Ja, maar dat mag je dus... En dat is waarom Bruce Willis mensen gaat aanklagen, of Apple gaat aanklagen, want dat is niet overdraagbaar naar zijn kinderen. Ja, dus de licentie is geen een mooie eigendom. LP-collectie van mijn ouders, wat inmiddels best wel uniek is. Ja. Ooit zullen we die hebben. Oh, daar heb ik natuurlijk niks aan, want ik heb geen pick-up meer. Maar die krijg je gewoon. Dat is heel normaal. Dat is altijd normaal geweest. De boeken van mijn ouders. Logisch, tuurlijk. Ja. Moeten de nabestaanden maar zien wat ze daarmee doen. Dat is vanzelfsprekend. Altijd vanzelfsprekend geweest. En dan denk je altijd van... Oh, het internet en het web en dingen worden digitaal. En dat is beter. Maar in theorie is het beter. Totdat de juristen en de marketeers zich ermee gaan bemoeien. En dan wordt het slechter. Ze hebben iets wat fantastisch is. Ja. Digitale boeken, digitale distributie. Je kan het overal mee naartoe muziek, nemen. Hebben ze kapot weten te maken. Hebben ze verschrikkelijk weten te maken. Ik ben echt heel blij met zo iemand als Bruce Willis. Die de middelen en het geld heeft om daar een rechtszaak over aan te spannen. Dat is fantastisch. Want dat is toch verschrikkelijk. En misschien had hij ook wel publiciteit nodig. Hè? Het blijft een acteur natuurlijk. Ik heb echt een mooie grote collectie met muziek. Nou ja, ik ga ervan uit dat mijn kind ook tegen mij gaat rebelleren. Dus die wil dat niet, die muziek. Maar wellicht wil ze hem wel hebben. Dat is toch niet normaal dat ze er niet naar mag luisteren. Nee, haar kind zal het misschien weer wel op waarde kunnen brengen. Ja, precies. alles gebeurt in golven. Ja, ik vond het ook typerend. Je vraagt je af wat daar nou de grondgedachte is. Waarom mensen... Hè, waarom dus... Maar ook waarom mensen, die verandering is gemaakt. Ja, want het is... Het doet hun helemaal geen kwaad of zo. We weten inmiddels dat om de 12 jaar is er een nieuw medium waarin muziek wordt uitgebracht. Dus het waarborgen van hun verdienmodel, dat wordt al door innovatie gedreven. Ja, dus maar ook door nieuwe muziek. En door nieuwe muziek, precies. Ja, maak nieuwe muziek en mensen zullen muziek kopen. Ja, maar nog steeds oude muziek is ook nog heel erg... Ik bedoel, de grootste hoeveelheid muziek vind je nog steeds in de geschiedenis. Ja. Dus ik vind het vooral... Ja, ik denk dat de grootste hoeveelheid muziek vind je in de toekomst. Er gaat nog veel meer muziek gemaakt worden dan jij gelooft is. Dat we niet om 12 december dit jaar... Ja, dat geloof ik inderdaad. Ik denk dat we nog wel even langer doorgaan. Ja. Ja, maar goed. Er is gewoon nog een heleboel interessante muziek die al over de aarde heen gaat. En zeker dat van onze ouders en van de ouders van onze ouders. Ja, het is... Ja, er wordt nog zoveel ook hergebruikt. Hè. Maar het is met boeken is het net zo. Ja, ik bedoel... Mooie voordelen van digitale boeken, dat je inderdaad annotaties kan delen met elkaar. Dat je de boeken niet fysiek bij je hoeft te hebben, maar dat je door kunt lezen als je een ander apparaat hebt en even inlogt. Dat is fantastisch. Maar... Ze hebben het wel kapot weten te maken door te zeggen, maar ze zijn niet van jou de boeken. Nee. Je mag ze niet geven. Jij bent eigenaar van de toestemming van het lezen van het boek. Ja, eigenaar van de toestemming. Ja, wat de hel, joh. Ja. Het is, Maar goed, hè, laten we reëel blijven. Zodra jij klaar bent om de volgende fase van je zijn door te voeren. Je kind krijgt een harde schijf met al je muziek erop. Ja. Wie weet dat jij bent gestopt met leven en je kind de collectie overneemt.
niemand kan het nagaan. Dus het is totaal niet enforceable ook. Dit is niet... Nee, maar sowieso, waarom zou je het willen enforcen? Ik snap dat niet. Dat is iets wat alleen juristen begrijpen. Ja. En juristen, die waren er altijd om... in ieder geval... Ik had vroeger heel wat idee dat rechtsstaat, rechtszaken, dat of het recht, dat iets nobels was. Ja, dat is om je te beschermen tegen het kwaad van anderen. Precies, maar dat is... Maar het lijkt nu dat het kwaad zich... Ja, nu zoeken we dus bescherming tegen juristen. Ja. Dat is echt wat je hebt, hè, met organisaties als de Electronic... Frontier Foundation, EFF, ja. Dat soort dingen. Die zijn er om ons te beschermen tegen de dictatuur van de juristen die er op dit moment geldt. Ik vind het echt best wel ernstig, hoor. Ja. Veel te veel macht. Ja, en het is zorgwekkend ook. Ja, absoluut. Ik denk dat ik ook even de camera eraf haal. Haal jij de camera er even af? Op dit moment. Omdat hij immers daar zit. Oh. Sorry. Hopla. En ik hoor mezelf. Fantastisch. Dat is het enige wat ik wil in het leven. Maar dat punt had ik ook opgeschreven. En dat ik het ook over heb over dat Bruce Willis dat gaat doen. Ja, nou ik ben benieuwd wat er van komt. Ik vond het wel geit. Heb je dat het originele artikel gezien op de... Volgens mij is het Daily Sun of zo. Dat was een Britse online krant. En dan zie je dus, het artikeltje was zo groot, dus ongeveer een inch of 2,5 centimeter. Ja. En daarboven stond de foto van zijn hoofd. En dat was ongeveer... Oh, wel, dat was in het Sun. Dat is toch gewoon een 20 centimeter. Ik weet het nou niet of de... Ja, de Sun... Volgens mij is het gewoon een roddelblad. Het is een beetje de Telegraaf van... Is het echt roddel? Zoiets. Ja. Telegraaf is ook roddel. Ja, roddel en persberichten. Maar dat doen ze wel op een hele succesvolle manier. Ja. Inmiddels zijn we er dus. Bij de Wasstraat. Het is lekker druk. Veel variatie zie ik. Ja. We hebben een flotte land. Wat is dat? Een Lancia. Nee, ik kan het niet lezen. Maar heb jij totaal media doofstomheid gebezigd? Je hebt gewoon helemaal niks gedaan? Ja, dat doe ik sowieso een beetje. Ik heb in Griekenland, internet was daar... we hadden wel internet, maar dat heb ik nauwelijks gebruikt. Ja. Dus sowieso niet om nieuws te checken. Ik check ook steeds minder nieuws. Ja, dat is sowieso. Ik kijk naar die Evening Edition. Oh ja, die heb ik ook gevonden. Dat is echt een hele fijne... Ik vond hem de laatste tijd iets te veel financieel. Maar ze hebben nu ook een London Evening Edition. Zodat we, als het bij ons avond is, dat wij ook een Evening Edition hebben. Dat is toch wel handig. Oh ja. En die is iets minder... En is die ook ingestoken op de regio waar het dan precies avond is? Nee, het is toch wel wereldnieuws. Het is echt wereldnieuws. Oké, netjes. Ja. Ja, want dat is... Iets meer Europa-minded, denk ik, die London Edition. Oh, zo heet het, de London Edition. Ja. Oké. Ah, dat is wel prettig inderdaad. Dan geef je in elk geval alsof een samenvatting van wat andere mensen denken dat het belangrijkste is. Ja. Ja. Hoef ik dat zelf niet uit te zoeken. Nee, precies, ja. Er zijn nog drie rijtjes. Het is echt een beetje druk. Ze hebben allebei de pomp opengezet. En dan nog een lange file. Ja. Wij krijgen die niet, hè? Ze hebben net zo'n jasje om de
de achterruit. Op de wisser van de achterruit, maar die krijgen wij niet. Wij hebben geen wisser op de achterruit. Oh, oké. Okay. Ups. Hoi. Doe maar de basis. Voor het 8,5 alsjeblieft. Dat wil ik even pinnen. Pinnen? Ja. Ik zal gelijk het raam dicht doen. Wat heb je daarvan? Alsjeblieft. Jo. Kan je mijn t-shirt trouwens zien? Kijk. Altijd van je af monteren. Helemaal geweldig. Kijk eens, fijne dag heen. Dankjewel. Geen bekende gezichten vandaag. In de Wasstraat. Nee. Zo. Dus, nou, ik heb nog feedback. Ja. Of tenminste, feedback gekregen. Ik heb toch nog aan een paar mensen gevraagd. Zo van, heb je nog gekeken naar de Wasstraat? En regelmatig verwijs ik ernaar. Want dan zeggen mensen van, ja, hoor dat. Ik heb eigenlijk, ik wil hier meer over weten. Oh, even wachten tot we verder genoeg gaan. Oh ja. Neutraal. Neutraal. En het lijkt er dus op dat mensen toch wel kijken. Dus dat is wel heel erg tof, vind ik dat. Dat is leuk. Een heleboel mensen waarvan je denkt van, nou die... En je vroeg nog op Jammer en op Twitter geloof ik, van of mensen het nog ergens over wilden hebben. En toen zei iemand, ja, vraag aan de mensen in de schoonmaakhal hun mening. Oh ja, in de zuighal, hè? En daar heb ik zo'n hekel aan. Aan mensen de mening vragen. Ja. Yeah. Dan gaan we... aan zomaar willekeurig iemand op straat vragen wat hij vindt van iets heel specialistisch. Dat is... Who cares? Nee. Wat ik vind van iets wat ik niet begrijp. Dat is toch niet interessant? Nee, inderdaad. Vind ik. En dan moet je het eerst uitleggen of je moet toetsen of ze er veel van weten of niet. Aan een front-end developer vragen wat hij van iets heel specialistisch op het gebied van politiek vindt. Dat is toch... beetje dommig, denk ik dan. Daar hebben we toch politici voor? Ja, precies. Vraag het aan een politicus. Dat is interessant. Dus je mag hopen dat die er dan veel van weten. Maar ja, inderdaad. Nou ja, in ieder geval is dat een vak. Dan mag je ervan uitgaan. Als je mij vraagt van hoe zit dat met zussen me zo met CSS... dan zou ik daar antwoord op moeten kunnen geven. Ja, redelijkerwijs. Precies. Ja. Ik snap dat nooit. Ja, nee, de mening van... Ja, nou ja, de mensen die zijn wel, die vinden het geven van meningen natuurlijk heel erg leuk en vermakelijk. Dat doen wij ook, ja. Oh, wat vinden zij dol? Of wat zijn zij dol? Dat klopt, ik geef ook mijn mening altijd over dingen waar ik eigenlijk helemaal niks van af weet. En dan moet ik volgende week daar weer op terugkomen. Ja, precies, ja. Hé, hey, maar kijk, en dat is misschien ook, ik noem het ook altijd zo, ja, we geven onze mening zodat we... heel snel dat mensen daar een voordeel uit kunnen halen. Maar wat ik nog veel belangrijker vind is dat de onderwerpen die wij behandelen, dat mensen daarover gaan nadenken. Dat ze dus niet zeggen van, oh wat interessant, nou dat schrijf ik op en dan kan ik dan vervolgens herhalen aan andere mensen. Ja. Maar... ja, en dat is heel erg belangrijk, dus ik hoop dat je aantekeningen hebt gemaakt. Heel goed punt. Ja. Ja. Maar vooral, weet je, het is food for thought. Denk er zelf eens over na. Wat is jouw mening ervan? Ja. Daarom probeer ik ook de boel net iets scherper in te steken dan ik normaal zou doen. Maar natuurlijk, alles is onderhevig aan nuance. Ja, ja, ja. Behalve mijn mening natuurlijk, want dat is de belangrijkste mening ooit. Altijd genuanceerd. Alles wat ik zeg. Ja, hè? Ja, dan sta je echt onbekend, hè? Ja. Ja. Oh ja, en ik ben met het andere... Nou, ik heb eerlijk gezegd helemaal geen feedback gekregen. Nee, ik ook niet. Ik vond het wel een beetje teleurstellend. Ik dacht, laten we eens gaan vragen van waar mensen meer meningen over willen hebben. Of waar we een goede discussie over kunnen voeren. Maar nee, dat valt nog een beetje tegen. Nou ja. Nou goed, misschien hebben we in onze doelgroep op Twitter nog niet gevonden. We hebben natuurlijk ook niet een
enorme groep mensen die... Nee, goed, luisteren. Maar ik denk wel juist mensen die... Dus daar ga ik vanuit. Dat mensen mij op Twitter volgen omdat ze de dingen die ik uit interessant, leuk of vermakelijk vind. Ja, ja. Ja. Of allemaal. Maar ja. Zo, de ster ligt er helemaal achterover. Zal ik het straks wel even recht leggen. Dan zie je heel goed dat het raam aan de binnenkant schoongemaakt is. Ja, Vasilis. Ja. Misschien moet het toch nog even stoppen in de, zuigerhal. Ja. Wie heeft dat woord verzonnen, joh? Is dat niet een term uit de gemalenwereld of zo? Ja, hè? Ja, Lennart. Ik ben trouwens gestopt met de Daily Nerd. Volgens mij was ik dat bij de vorige editie van de Wasstraat nog niet. Nee, dat klopt, ja. Toen schreef ik nog voor Smashing Magazine. Ja, je was al wel gestopt met Smashing, geloof ik. Nee. Niet? Daar ben ik namelijk tegelijkertijd mee gestopt. Oh, oké. Okay. Oh. Maar, ja, want je... Ja, vertel eens waarom. Het kostte me te veel tijd. Denk ik al. En er zijn andere dingen die die tijd beter kunnen gebruiken. Ik wil me inderdaad met wat andere dingen bezig gaan houden. Dus het schrijven van wat meer diepgaande artikelen. In plaats van korte commentaartjes en uitleggen bij andermans artikelen. Dacht ik van, nou laat ik zelf af en toe een artikel schrijven. Oké. Okay. Dus ik heb één artikel geschreven over... hoe je zelf up-to-date kunt blijven op Smashing Magazine. Dus dat je de Daily Nerd niet meer nodig hebt. Oké, okay. Een cursus Daily Nerden. Ja, doe het zelf. Ja, nice. En ik ben nu bezig met een artikel over de nieuwe uitgangspunten bij webdesign. Daar heb ik van de week ook een kort babbeltje over gehouden op UX Cocktail Hours. Oh ja, dat is waar. Kan je hem even tegen de kant aan zetten? Ja, want dan plak ik even de dingen weer met de camera op zijn plek. Zet ik hem hier weer even op de stoep. Ja, ik denk dat dit al genoeg is. Oh. Zo. Eens kijken. Pak ik deze. En deze. Oh. Daar gaat hij. Dus daar... een verhaaltje over gehouden, dat gaat over het feit dat er nog steeds het web of websites, als we die ontwerpen, dan doen we dat nog steeds vanuit een paar basisideeën die eigenlijk al 10 jaar gelden. Of al langer sommige van die ideeën. En dat die echt, sommige daarvan echt aan vernieuwing toe zijn. Dus daar ging dat verhaal over. Maar daar gaat ook het... Oh, wat? Heb ik iets gemist? Nee hoor. Nog niet botsen, hè? Daar ging ook mijn babbeltje van de week over. Ja. Daar ben ik een artikel over aan het schrijven. Ik heb er een column over geschreven voor Webdesigner Magazine. Dat komt eind deze maand uit, denk ik. Of begin volgende maand. En is dat een fysiek magazine? Ja, papieren magazine. Nice, over frontenden. Ja. Of over het web. Ja, ik heb daar inmiddels één... Ik blijf daar fascinerend vinden. Ja, ik heb daar inmiddels één column voor geschreven, die is gepubliceerd. Ja. En daarin schrijf ik dat dingen pas interessant zijn als je ernaar kunt linken. Oh ja. En dus eigenlijk is het een heel verhaal over hoe onhandig papier is en oninteressant. En de uitgever die vroeg mij van, die las het en die dacht van, waarom schrijf je dit? Totdat hij de conclusie las waarin ik toch schrijf dat ik toch echt wel vereerd ben dat ik in dat magazine sta. Ja, precies. Maar het is ook best, het is raar om de een of andere manier, ik zag toen de gedrukte versie, die kocht ik op Schiphol toen ik op vakantie ging. En dat is toch wel grappig om dan je hoofd in een papieren magazine te zien. Het is echt raar dat toffer is dan... Dat het dan op een of andere manier meer indruk maakt dan op het web staan inderdaad. Ja, precies, ja.
Ja, misschien ook omdat de perceptie is dat dingen op het web, dat die gratis zijn, hè? Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook makkelijker. Ik twitter iets en ik sta op het web. True. Zo makkelijk is het. Ja. Het is wat lastiger om in een magazine te staan. Ja, dat kan je voorstellen. Er zijn een heleboel mensen die hebben gekeken naar wat jij hebt geschreven voordat het ook maar in de boekhandel ligt. Maar het staat wel online. Dus ik kan er wel naar linken, naar de column die ik schreef. Oh ja, oké, okay, dat is wel goed. Ja, dus dat is mooi. Ja. Maar uiteraard moest mijn eerste column moest daarover gaan. Ik vind dat namelijk ook de grote kracht van het web, dat je ernaar kunt linken. Ik vind dat echt het meest fantastische. Dat is ook het meest unieke. Dat is niks anders. Dat het echt verbonden is, dat de brug nul is. Er bestaat geen ander medium waar je kunt linken. Nee. En dat is echt... Nou ja, kijk, je hebt de voetnoot in boeken en dat soort dingen. Ja. Alleen het lullig is... Maar dan kan ik niet naar iemand anders. Ja, precies. Je kan niet tijdloos verplaatsen. Hè? Je moet dan naar een boekhandelwinkel gaan of naar een bibliotheek en dan bladeren. Ja. En dan, oh kijk, ja inderdaad, daar staat het. Of niet. Ja, precies. En dat is op het internet, is dat instant. Ja. Het probleem is dan natuurlijk wel, het kan ook op die manier stuk gemaakt worden. Ja. Dat blijft toch wel een beetje met die inherente waarde die papier lijkt te hebben. Op een of andere manier willen mensen die dingen wel bewaren. Maar dingen die op het internet, ja, daar wordt al vrij snel van gezegd van, nou, dat kan wel weg. Ja. En hoe weet je ook dat iets wat je leest op het internet, dat nog hetzelfde is als toen diegene daarover schreef? Ja. Ja, want ik pas sommige artikelen ook wel aan. Ja, als er dingen zijn veranderd, inzichten zijn veranderd of technieken zijn veranderd. Dan... Ja, en hoe weet je of jouw artikel, wat we zeggen wel, het is het internet, het is een open medium en iedereen kan daarop en iedereen kan er alles bereiken. Maar dat is helemaal niet zo. Of is dat eigenlijk wel zo? Kunnen mensen overal bij? Misschien zijn sommige dingen zijn door het programma, dus de browser wordt daar beperkingen gedaan. Hele flash websites zullen over een jaar of vier gewoon niet als meer... Als wij godverdomme zeggen, dan krijgen bepaalde mensen met een soort van Jezus Christus filter. Ja, dat worden bestaat we in Nederland. Hebben we die? Ja, ja godverdomme, echt waar? In de Bijbelbelt. Godscholeren. Wat fucking irritant. Ja, er zijn dus heel veel mensen die dat aan hebben staan. Ja. En dan wordt er dus door een of andere robot wordt er iets gefilterd. Nice. Dat waardoor ze dat niet kunnen zien. Worden we dan gebliept of worden we dan... Ik denk dat onze site niet zo snel geblokkeerd zal worden. Maar volgens mij bijvoorbeeld geen enkele porno-site komt erdoor. Nee. En ze zullen waarschijnlijk zeggen van, oh, we hebben daar één keer iets gezien en blokkeer de hele zooi maar. Ja, ik weet ook niet of het handmatig gaat of met... Oh, dat was ook nog een mooie... Met van die bots die dingen filteren. Er was een uitreiking van Science Fiction Awards of zoiets. Ja. En dat werd live gestreamd. Dus mensen konden gewoon live kijken. Mm-hmm. En ineens werd die livestream werd afgebroken en stond er vanwege copyright schendingen. Is deze uitzending kunt u hier niet meer naar kijken. Wat de hel, hoe kan dat? Wat deden ze dan? Het waren dus uitreikingen van volgens mij science fiction series of zo. Ja. Oh, sorry. Zit hij nou weer te toeteren? Zat hij in je bumper? Dan moet hij niet in mijn bumper zitten. Hij naar zichzelf toeteren. Raar. Maar werd dat geautomatiseerd of zo? Ja, er waren robots en die herkenden fragmenten die werden uitgezonden van die serie. Ja. Die herkenden het, zeiden van dit is copyrighted materiaal. En dit, ze stopten ermee? Ja. En was dat door Google gestreamd of zo? Was dat een grote partij? Nee, dat werd door die Ustream volgens mij gestreamd. En hadden een third party robot die deze dienst levert. Wat een mafkezen zeg. Ja.
Dus het kan heel goed zijn dat de volgende keer als ik met Ustream wil streamen, dat en ik speel een liedje ter... Ja, precies. Het is bijvoorbeeld als je Ustream heeft nu gezegd, we stoppen met deze dienst. Ja. Maar bijvoorbeeld de Oscar-uitreikingen, daar worden liedjes gespeeld. Ja. Nou, die zouden dus niet clips, live... clips uit de video, uit de zouden film. Niet live gestreamd kunnen worden. Nou, ja zeg. Ja, want zo ver gaat dat, hè? En dat komt dus alleen omdat de partijen die daar dus eigenaar van zijn vergeten zijn om daar geld mee te verdienen. Ja. Toch? Niet, dat is zo van, nou, die hadden daar een goede banner kunnen kopen. Ja. Of whatever hadden die kunnen doen om... Ja, of kunnen zeggen van, oh, dit is de publiciteit wel waard. Oh jongens, hé, wat irritant. Ja, dom, hè? Ja, het is vooral dom. Weet je. Dus, dan heb je de mogelijkheid om een beetje rugbaarheid te geven aan je product en dan ga je dat blokkeren. Wat de hel, joh. maar dit is dus, niemand had dit voorzien. Niemand wilde dit ook. Hè? Dus ook de mensen die een prijs wonnen wilden natuurlijk ook niet. En de studio's ook niet. Nee. Die wilden het niet, maar de studio's hebben dit wel voor elkaar gekregen. Ja, precies, ja. Maar dit is wel wat zij hebben gedaan. Die hebben zichzelf vakkundig in de voet geschoten. Ja. Haha. Ja. Mooi zo. Zo, hoe voelt dat nou? Ja. Nou, dat gebeurt ook de hele tijd, toch? Ja. We zijn de hele tijd van dat soort domme dingen. Ja, precies. Ja. Net als wat Google en Samsung nu aan het... Of net al afgerond, of wat was het nu ook alweer? Apple die heeft Samsung verboden om oude telefoontjes die ze 3 jaar geleden hadden gemaakt, nog langer te verkopen. Omdat ze eigenlijk hadden ze gewoon de iPhone nagemaakt. Ja. En nu zeggen ze van, nou... We willen, dat hadden ze dus gewonnen, krijgen 1,4 miljard dollar. Absurde bedragen natuurlijk, hè? Maar goed, whatever. Dus het schijnt dat Samsung iets van 60 miljard in cash hebben. Dus dat kan wel leiden. Maar het is vooral, dus nu zegt Apple, die ruiken bloed. Dus ze zeggen, nou, we willen eigenlijk die nieuwe modellen, daar willen we ook nog wel een stokje voor steken. Want daar hebben ze ook wat dingetjes van ons in gebruikt. En dat lijkt dus gewoon echt de hele markt gewoon panisch te maken. Dus er is geen weldenkende telefoonproducent die patenten van Apple of illegaal inzet of sowieso gebruikt omdat ze het niet kunnen betalen. Ja. En het heeft een averechts effect. Het heeft het effect dat je zal geen kleine partijen meer hebben. Nee. En dat zie je sowieso ook al. Heel veel kleine partijen die iets proberen, die worden direct kapot gezoet. Die krijgen gewoon een rechtszaak. Of het terecht is of niet. Ja. Zo'n kleine partij die kan een rechtszaak, kan die niet eens beginnen. Nee, want ze worden gewoon geïntimideerd. Ja. Nou, reken maar dat je 5,5 maand een paar lawyers aan het betalen. Ja, precies. Ja, dan kunnen we niet betalen, jongens. Niet. Nou, laat maar zitten dan. Ja. Er worden echt heel veel bedrijven worden op die manier vroeg vernietigd. Ja, ja. Dat is heel erg, toch? Ach ja, nee, het is vooral het concept dat innovatie niet gestimuleerd wordt. Wat eigenlijk een beetje de gedachte was van het hele patentrecht. Zo van, nou, je hebt iets moois verzonnen. Dan kan je even opteren en vervolgens kan je daar... moet dat in de wereld weer opgenomen worden? Hè? Is het weer een algemeen goed? Maar ja, dat laatste ding zijn ze vergeten te implementeren. Ja. Hey, trouwens, bij dat praatje wat je voor... Want dat was voor de UX'ers, hè? Ja. Voor UX. Ik vind het concept zo leuk. Dat is dus een borrel of iets dergelijks. Ja. Van user experience mensen. En op een gegeven moment zei daar user experience expert, die zei van, ja, meestal als wij iets opleveren aan klanten, dan vullen we het maar voor de zekerheid met lorem ipsum. Ja. En toen zei ik, ai. En ik geloof dat een aantal van onze collega's dat ook deden, want die weten hoe ik daarover nadenk. Nee, iedereen, maar... En dat is dus, ze zeiden ze van, of ze zeiden dat niet, maar ze vonden het wel dat zo van, oh hé, wat, hier heeft iemand een mening over, wat de hel. En dat is dus van, ja, als je lorem ipsum gebruikt in de designs, dus best klanten van webbureaus,
Let daar eens voor de grap op. Als iemand lorem ipsum zet in een blokje in een design, dat betekent eigenlijk dat ze niet vertellen over wat dat blokje daar doet. He, dus je wil eigenlijk weten, zo van, oké, er komt een stukje tekst. Maar wat is die tekst dan? Ja. Is dat een wervende tekst? Is dat informerend? Hoe lang moet die tekst dan zijn? Etcetera. Het zijn allemaal dingen die designers en user experience designers geheim houden. Of eigenlijk niet communiceren. Of het gewoon niet eens weten. Of misschien niet weten. En vooral dat, daar gaat het om. Want zolang je daar niet over communiceert hebt met elkaar, als klant en als UX designer, maar ook collega's onderling, dan blijft dat een soort van geheim onder elkaar. En je doet er allerlei aannames over, maar niemand spreekt die aannames uit. Ja. Dus ja, wat krijg je dan aan het einde van de rit? Dan krijgen dus onze lieve collega's die de boel bouwen, die krijgen dan al die aannames over zich heen. En designers zeggen van, ja, maar dat was niet de bedoeling. En een klant die vervolgens ook zegt van, ja, maar ik dacht dat dat elke maand een ander artikel zou zijn. Of, oh shit, moet ik nu plotseling content gaan schrijven? Goed, je zal altijd natuurlijk miscommunicatie hebben, ja, of verschillen. Ja, maar dit specifieke dingetje. Nou, deze is makkelijk. Het is heel makkelijk te overkomen. Gewoon denk erover na. Zorg maar voor echte content in plaats van. Ja, en sommigen zeggen van, ja, maar ik heb geen nauw contact met de klant. Dus, en, of er hebben geen tijd voor. Weet je, schrijf gewoon een klein stukje zo van wat het ongeveer moet doen. Zo van, hier komt een banner. Een goede UX'er zal dat wel doen, hoor. Ik heb ervaringen dat dat af en toe wel eens vergeten wordt. Ja. Oké, we komen op de foto. Oh, toch niet. Niet? Ja. Oh. Het zijn geen Mercedes-spotters. Nee, helaas. Ja, dit is toch een uniek exemplaar. Mochten trouwens mensen dit unieke exemplaar willen kopen? Nou, ik heb hem toch niet in de verkoop. Oh, niet? Oh. Nee. Dan kan je die niet kopen. Nee, precies. Je mag wel bieden. Misschien dat ik hem dan wel verkoop. Ja, ja, het blijft een collector's item natuurlijk. Dan moet je een heel goed bod hebben. Maar goed, lorem ipsum, denk niet. Er even over na. En PayPal. Ja. Daar las ik ook weer wat mooie dingen over. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat PayPal geen banklicentie heeft. Hoe kan dat nou? Ze ontvangen toch geld? PayPal heeft geen banklicentie. Oh? En PayPal kan dus doen wat hij wil. En hoe bedoel je? Het probleem is dus ook dat PayPal een beetje doet wat hij wil. Maar wat bedoel je, doet wat met hij wil? Met eigen regels van hoe je om moet gaan met geld storten. Die houden heel goed in de gaten hoeveel geld er op je rekening komt en zo. Aha. En het heeft dus voor heel veel onafhankelijke uitgevers en mensen die evenementen organiseren, blijkt het echt enorm niet irritant, het is echt een probleem aan het worden. Oké. Okay. Mogen we hierin? Want, ja, hebben ze eigen regels dan of zo? Ja. Of, en hoe uitzicht dat? Dat ze betalingen blokkeren? Oh, dat hebben ze keer gedaan. Hele accounts blokkeren. Of nu is er dus bijvoorbeeld een jongen die organiseert een congres. Ja. En dat is eens per jaar. En dan komt er eens per jaar komt er 60.000 pond op zijn rekening. Holy crap. En daarmee betaalt hij dan van alles, hè, wat er nodig is. Sprekers en stoeltjes en koffie. Ja, heel veel. Ja. En nu heeft PayPal doodleuk gezegd, je moet een reserve van 60.000 pond op je rekening hebben. Huh? Dus je mag pas aan geld komen als het meer is dan 60.000 pond. En dat hebben ze zonder vooraf aan te kondigen, hebben dat gedaan. Dus nu staat er 60.000 pond op de rekening van die gozer. Ja. En daar kan hij niet bij. Oh, op zijn PayPal-account? Ja, en daar kan hij niet bij. Wat de hel, joh. En dan moet hij leveranciers, de ruimte, alles moet hij daarvan betalen. En dat kan niet. Moet hij op eigen zak doen. En dat heeft hij het geld niet voor. Hoe kom je aan 60.000 pond, zeg je? Jezus, dat is een flink bedrag inderdaad. Ja. Dat ziet er uit alsof ik daar niet langs kan, of wel? We gaan het proberen. Het ziet er erg blokkerend uit. Of over de stoep inderdaad. Kan ik over de stoep daar, denk je? Ja, we kunnen kijken. Maar er zitten natuurlijk ook lantaarnpalen. Lantaarnpalen en paaltjes. Ja. Gaat dat lukken?
Nou, laten we het proberen. Dit wordt in elk geval een leuke voor de voor Kamp B. Daar kan ik langs. Oh, kijk. Makkelijk. Zo ziet u nog een leuk stukje van Amsterdam. Frederiksplein of zo. Wat is dit toch? Hier, hier kan je het niet in. Jammer. Ik denk dat we dan weer zo moeten. Ja. Maar goed, dat is. En vooral dat allemaal gebeurt zonder vooraf. Dat het vooraf wordt gezegd. Ja, want er zijn dus heel veel partijen die daar echt gebruik van maken. Ja, nou ja. Ik weet het alleen één keer dat. Maar ze dat zijn dus echt schofterig. grof. Ja. En het probleem is dat het is super makkelijk om te gebruiken. Maar nu gaan steeds minder mensen gaan het natuurlijk inzetten. Ik kijk wel uit. Weet je, als het arbitrair is, kom op. Als ik iets online ga doen, dan ga ik echt niet via PayPal laten betalen. Nee, dus ja, dan moet je kijken hoe je dat op een andere manier kan oplossen. Want ik weet nog wel, wat was het nou? Het was een vrij controversiële event of iets dergelijks. En die werd gewoon geblokkeerd. Je kan geen betalingen meer doen. Hebben we daar eerder over gehad. Ja, dat is. Je kan wel betalen aan de Ku Klux Klan, ja. Maar je kan niet betalen aan WikiLeaks. Nee, precies, ja. 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 Ja, goed, dan wil je helemaal niet dat soort bedrijven daar besluiten over nemen. Ja. Tenzij er natuurlijk een wetgeving of zo, maar ja, dan is het vrij. Het is irritant dat er zulke ontzettende klootzakbedrijven op zulke essentiële plaatsen van het web zitten. Ja. Dat is echt wel kloten. Maar ze begonnen niet als klootzakken, toch? Neem ik aan. Nou, PayPal is altijd wel hufterig geweest. Ja? Oké. Okay. Ja, dat is altijd. Dan zijn ze heel consistent erin. Dat is toch puur zoveel mogelijk winst maken is het. Het zijn geen dienstverleners, weet je? Nee, het zijn geen bedrijven die in eerste instantie een goede dienst willen leveren. Ja. Het zijn bedrijven die in eerste instantie zoveel mogelijk geld willen verdienen. En hoe ze dat doen, dat maakt ze ook geen fuck uit. Nee. Daar werken ook mensen die. Oh, dan werken ze weer bij PayPal, dan werken ze weer bij een uitgever als ze maar zoveel mogelijk geld verdienen. Die hebben geen passie. Nou ja, geld is dan een passie. Veel geld. Wat doen jullie? Veel geld. Veel geld verdienen. Ja. Nou, want we zijn er alweer bijna, toch? Ja, parkeerplekjes zoeken. Ik wil nog één partij eventjes uitroepen. En dat zijn de partijen Sociale Innovatie. Pas geleden werd daar een tweet aan besteed. Over een forum of een platform wat zichzelf Sociale Innovatie noemt. En die hadden een manifest. En die zaten toch een partijtje te blaten. En dus die hadden een manifest en er stond in wat ze wilden bereiken in het leven. Ik vermoed dat ze denken dat de overheid zichzelf moet verbeteren. En meer moet luisteren naar dingen, technieken en dat soort zaken die al reeds plaatsvinden. Sociale media en dat soort grappen. Ja. Maar de vorm die ze daarvoor hadden gekozen, de open. Ja, god, hoe moet ik het beschrijven? Nou, kijk voor de grap maar even. Maar ze maakten geen punt. Een beetje zoals ik nu doe. Ja. Het was zo van, we moeten meer doen met sociale media, want daarmee versterken we dingen. Ja. En mensen moeten vaker gaan luisteren naar andere mensen via onderling betrekken, want dat kan immers. Bloed onder mijn nagels. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het lezen. Ja, inderdaad. Tot de volgende keer. Doei.